Vandaag vieren we dat Museum Cam 100 jaar bestaat. Museum Cam is anders dan de naam doet vermoeden. Geen regulier museum. Het wordt meer gezien als een onderzoekscentrum voor professionals. Het is wel te bezoeken, maar alleen op afspraak. Het betekent meer dingen. Eén, het is ons enige Gelders museum wat van de provincie is. Het bevat de archeologische collectie van de provincie Gelderland. Het is een van de belangrijkste en grootste die we kennen in Nederland. Maar het is natuurlijk ook prachtig dat het museum helemaal gerestaureerd is. En hier midden in de oudste stad van Nederland staat. Een van de belangrijke plekken in de hele Limes-lijn die door Nederland en Duitsland loopt. De grens van het Romeinse Rijk. Ja, hoe mild wil je het allemaal hebben? Eigenlijk is het gebouw teruggebracht naar zijn originele staat. Ja, er is kleurenonderzoek gedaan, materiaalonderzoek en heel veel origineel van het gebouw was nog aanwezig. Was dichtgeschilderd of een muurtje voorgezet, maar het is helemaal teruggebracht naar zijn originele staat. De temperatuur en luchtregelingen zijn aangepast. Het gebouw is van gas afgegaan. Je ziet het niet, maar het hele dak ligt vol met zonnepanelen. Alles is met LED-verlichting. Dus eigenlijk is het klaargemaakt met alles wat we nu weten voor de komende 100 jaar. Nou, de functie van het gebouw is archeologisch onderzoek. En het grappige was dat inderdaad toen de restauratie begon, er net buiten de fundamenten van het gebouw nog een archeologische vondst is gedaan. En de objecten die daaruit zijn gekomen, die waren echt puntgaaf. Heel mooie keramiek onder andere. Die is onderzocht, gerestaureerd, krijgt een nummertje en wordt dan opgenomen hier in de collectie voor verder onderzoek. Je kunt hier alles zien van wat de Romeinen gebruikten en gemaakt hebben in die tijd. Maar je kunt op dezezelfde plek wordt ook onderzoek gedaan. Er zijn hier zelfs een aantal sarcofagen te vinden. Dus je kunt eigenlijk alles wat met archeologie te maken heeft, kun je hier ook gewoon vinden en doen en beleven. Momenteel ziet het museum er nog niet helemaal af uit. Zo zijn veel vitrines nog leeg. Dat heeft vooral te maken met de behandeling die deze hebben gehad, waardoor de vocht- en luchtbalans weer even op peil moeten komen. Ja, in de komende maanden gaan we dat vullen. Het gebouw is officieel nog niet opgeleverd. Wel geopend, maar nog niet opgeleverd. En wij gaan in de komende maanden hier duizenden objecten neerzetten. Heel veel uit de originele collectie van Gerhard Cam, de man die het museum 100 jaar geleden stichtte. En heel veel aangevuld met archeologische vondsten uit deze provincie.